Luchthavenpersoneel onderworpen aan veiligheidsoefening. Buurtbewoners Ramgoelamweg krijgen sporthal. En Zuid-Afrikanen vandaag naar de stembus. Het is woensdag 7 mei. Goedenavond, dit is het SCVS-journaal. NV Havenbeheer zet alles in het werk om het veiligheidsniveau op de Johan Adolf Pengel luchthaven te laten voldoen aan de internationale eisen. Gisteren werd de alertheid van het personeel op de proef gesteld. Alle schakels die dagelijks op de luchthaven aanwezig zijn, moesten gisteren aan de drill meedoen. Een oefening waarbij het personeel de flexibiliteit kan aanpassen en het managementteam de obstakels kan wegwerken. Het doel van deze oefening is dat alle actoren die op de luchthaven aanwezig zijn, noem maar op de toren, de militaire politie, de brandweer, dat zij namelijk in gecoördineerd verband snel, effectief en efficiënt hulp moeten verlenen aan slachtoffers. Ten tweede is het doel dat er zo snel mogelijk gehandeld moet worden, alleen dat die luchthaven weer normaal zijn operatie kan oppakken. En om de werkzaamheden vlekkeloos op te pakken, is het volgens het managementteam van belang dat het personeel van de luchthaven regelmatig deelneemt aan soortgelijke oefeningen. Met behulp van externe deskundigen werd een scenario opgezet waarbij een vliegtuig met 50 inzittenden een verkeerde landing maakte. Een van de belangrijkste punten bij deze oefening is de tijd die nodig is om de slachtoffers hulp te bieden. Dit alles is eigenlijk om bij te dragen aan het voorbereid zijn op het reageren op calamiteiten die zich mogen voordoen op de luchthaven. Volgens de luchthavenmeester draait het om de veiligheid van onder andere de gasten, het personeel en het beperken van de schade bij calamiteiten. Friese zegt tevreden te zijn met het verloop van de drill en verzekerde dat de veiligheid op de Johan Adolf Pengel luchthaven weer wordt versterkt. We zijn echt serieus bezig met ons werk om het kwaliteitsniveau te verhogen. En zo'n drill helpt om het kwaliteitsniveau te verhogen, omdat we dan beter prepared zijn mocht er zich een calamiteit voordoen. En verder zijn er nog vele trainingen, et cetera, waarmee we bezig zijn om ons personeel zo ver te brengen dat de werkzaamheden die wij moeten uitvoeren als internationale luchthaven, dat we dat naar behoren kunnen uitvoeren. Binnenkort volgt er een evaluatie van de drilloefening, zodat het managementteam de verbeterpunten kan aanpakken. De Taskforce Sportaccommodatie van het ministerie van Sport en Jeugdzaken heeft vandaag een aanvang gemaakt met de bouw van een nieuwe sporthal en toiletgroep aan de Ramgoelamweg. Volgens de voorzitter van de Taskforce, Faisal Abdul Ghafoor, zal dit project landelijk worden uitgevoerd ten behoeve van de Surinaamse jeugd. Verder zullen wij binnenkort ook het startsein geven voor het bouwen van een multifunctionele sporthal op het Sozes terrein. We zullen ook een schutting bouwen rondom Sozes. Zoals u weet is Sozes een van de belangrijke trekpleisters wanneer het gaat om sporten. En het kan niet zo zijn dat zo'n belangrijke sportaccommodatie er niet goed uitziet. Tahanaslus, in het nieuwe woningbouwproject, komt er ook een multifunctionele sporthal. Wij waren op oriëntatiebezoek in Mungo en we hebben het dorp Pete Ondro bezocht. Dat veld zal ook gerehabiliteerd worden. Ook in het resort Pontbuiten komt er een multifunctionele sporthal. Ook de directeur van het ministerie van Sport en Jeugdzaken, Luciano Mento Di Cromo, geeft aan wat het belang is van sporthallen voor de jongeren. Maar vakkennis alleen is niet voldoende om te kunnen groeien in die samenleving, want dat is de bedoeling. De bedoeling is dat je groeit. Je hebt natuurlijk ook andere bekwaamheden nodig. En u zult het eens met me zijn wanneer ik zeg dat sporten een belangrijk hulpmiddel kan zijn om belangrijke bekwaamheden aan te leren. DNA-lid André Misikaba heeft aangegeven
dat er meer van zulke accommodaties moeten komen voor jongeren in andere delen van Paramaribo. Maar wat ook zij, het zijn mensen die daar zijn. En op dit moment hebben we uit onderzoek van Sociale Zaken 2011 1500 huishoudens in goede verwachting alleen. Praat niet over Ivan Siegen. Ik heb ook aan justitie en politie gezegd dat er een heroriëntatie moet komen. En dat de politie van Latour een evaluatie moet maken als de politie van Latour inderdaad dat die hele omgeving nog kan, kan beheren. Omdat er een groei heeft plaatsgehad, weliswaar nogmaals niet door de overheid geleid als zodanig, maar die groei is daar. Minister Ismanto Adna van Jeugd en Sportzaken vindt het creëren van sportaccommodaties een uitdaging voor de huidige regering. Maar ik heb ook geleerd van mijn vriend Hakim Botong. Hij zegt van je moet altijd groot denken. En het land is groot, al heeft het maar 500.000 mensen. Het probleem en het aandachtsgebied jeugd is zeer dynamisch. En voor, alles, voor ons, relatief 60%, is het voor ons allemaal even groot. Dus laten we die aandacht daaraan geven en alvast een integrale aanpak hier zo neerzetten. Dit project zal binnen 5 maanden opgeleverd moeten worden. Armand Zunder is vandaag beëdigd door president Desiree Bouterse als lid van de staatsraad. Zunder is vertegenwoordiger van Rafaxuur. Hij pleit voor eenheid in de vakbeweging. Ik denk dus dat het heel belangrijk is dat de vakbeweging gaat beseffen in Suriname dat men uiteindelijk moet streven naar eenheid. Wat natuurlijk bijzonder moeilijk is. En daarom is het advies dat ik aan de vakbeweging geef. Probeer in ieder geval te komen tot onderlinge solidariteit. Omdat de situatie van de factorarbeid in Suriname dat van u eist. Voor de president is de staatsraad erg belangrijk, omdat hij de adviezen van dit orgaan apprecieert. Dit orgaan bestaat al 25 jaar. Leert ons dat dit hoge college van staat zijn bestaansrecht alleszins heeft waargemaakt. De regering van onze republiek en ik als president hebben er heel veel profijt van en zouden zeker de adviezen en inzichten van dit hoge orgaan noden ontberen waren dit orgaan er niet. Heer Armand Zunder, met deze beëdiging van u tot lid van de staatsraad wacht u een zware en belangrijke taak. U kunt bij de vervulling hiervan rekenen op onze volledige steun. De president heeft vandaag ook 2 landmeters beëdigd. Rachel Does, die nu officieel landmeter is, heeft jaren hierop gewacht. Is deze benoeming een zeer zware bevalling geweest? Ik zeg dit omdat ik sinds oktober 2005 bezig ben geweest met dit verzoek om beëdigd te worden. En ik heb mogen ervaren dat mijn stukken tenminste 5 keer zoek zijn geraakt. In de ambachtelijke molen. Ik zeg dit niet om te klagen, heer president, maar ik wil wel uw aandacht vragen voor het feit dat in de mannenwereld van de landmeters de vrouwen het zeer moeilijk hebben. Maar desalniettemin, heer president, ik wil u van harte bedanken voor het feit dat u 2 jonge krachten de gelegenheid geeft om onze bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van ons land Suriname. Een samenleving kan niet opgebouwd worden als er geen landmeters zijn. President Bouterse geeft aan dat er een tekort is aan landmeters. Heeft een grondgebied waar mensen op wonen en er hun activiteiten op ontplooien. Zulks vereist natuurlijk de juiste afbakening van stukken grond
die aan individuen, aan groepen, aan bedrijven, aan organisaties, als wel aan de overheid te behoren. Bij uitblijven van afbakening of het tekortschieten hiervan ontstaan vele conflicten, zelfs van zeer hooglopende aard. Niet alleen Para heeft recht op ontwikkeling, maar ook de overige 9 districten. Hiervoor pleit parlementariër Gunno Kastle naar het tijd de ontwikkelingen van het district Para en hun financieel beleid belichten in de Nationale Assemblée. Kastle vroeg de regering naar de wettelijke regeling die wordt toegepast bij het innen van gelden door districtsbesturen. We vragen aandacht ervoor, voorzitter, omdat goed bedoelde acties kunnen ruimte creëren voor corruptie. Maar anderzijds kan het ook ruimte doen ontstaan voor problemen later voor de personen die die acties heel goed bedoelen. Die burgerij moet weten wat ze moeten betalen, wat ze mogen betalen en wat ze niet hoeven te betalen. En dat moet gelijk gelden voor alle districten. En als de oplossingen die bedacht zijn door Para, als die oplossingen gegoten worden in wettelijke regelingen, voorzitter, en we hebben begrepen dat er wetten zijn bij het kabinet van de vicepresident, dan vragen we dat hier naartoe komt, zodat we ernaar kijken. Als er districtsverordeningen moeten komen, laten ze komen. Dan weten we dat dat voor alle 10 districten mogelijkheden biedt om inkomsten te verwerven. Want we hebben begrepen dat Para zegt, luister, wat we begroten, we innen meer dan wat we begroten. En in feite hebben we geen probleem om onze projecten uit te voeren. Dan moet dat ook kunnen lukken in andere districten. Volgens Ronnie Asabina komt het niet alleen in Para voor, maar ook in Brokopondo. Asabina heeft aangegeven niet tegen districtsontwikkeling te zijn, maar dat het wel bij wet moet worden geregeld hoe de financiële stroom van elk district moet plaatsvinden. We hebben ook recentelijk begrepen van de minister van RO dat hij mandaat heeft gegeven aan al die DC's om opbrengsten welke voortvloeien uit exploitatie van de gemeenschapsbossen, mogen de voorzitter, om dorpskassen te beheren en naar goedvinden van de bestuursdienst, dan wel de DC, deze middelen beschikbaar te stellen ten behoeve van de gemeenschap. Voorzitter, we willen genoegzaam geïnformeerd worden en op basis van welke wettelijke bepalingen, deze handelingen gepleegd mogen worden, mevrouw de voorzitter. Ricardo Panka, die overigens ook uit het district Para komt, is evenals zijn collega's ervan bewust dat de wettelijke regeling in orde moet worden gemaakt. Hij hield het parlement ook voor dat het innen van gelden door het districtbestuur van Para goed gestructureerd plaatsvindt. Ten aanzien van de inningen van gelden in het district Para kan ik u geruststellen dat de inningen volgens wettelijke bepalingen regelgeving plaatsvindt. Wat er nu speelt is dat de districtsverordeningen die de bepalingen moeten bevestigen, die de regelgeving en de uitvoering daarvan moeten gaan bevestigen bij wet, die zijn hier bij de Nationale Assemblée. Als ik mij goed heb laten informeren. Als ik me goed heb laten informeren. En ik zit hier naast de voorzitter van de commissie regionale organen, als ik het goed heb, lagere organen. En ik ben even bij hem te raden gegaan en hij bevestigt dus dat er nog 1 stap genomen moet worden om zover te komen voor wat betreft de behandeling en de goedkeuring van de ingediende districts. Verordeningen van het district Para. Suriname komt er goed vanaf als het gaat om het armoedevraagstuk. Angela Salmo, coördinator dienstopleiding en verzorging van het ministerie van Sociale Zaken, is van mening dat er geen armoede hoeft te zijn. Dit aan de hand van de resultaten uit het onderzoek van armoede in Indonesië. Als je het mij vraagt, dan geef ik daar een persoonlijk antwoord, hoeft er in Suriname geen armoede te zijn. Er is gewoon op een of andere manier een scheefgroei en wij moeten dat gaan rechtzetten.
En ieder is nodig, elke organisatie is nodig om te gaan nadenken. Waar kan ik het beter doen? Wat heb ik laten liggen? Waar moet ik zaken oppakken? Moet ik meer gaan praten tot de mensen? Want eigenlijk hoe meer je tot mensen praat en hen probeert bewust te maken van de situatie waarin zij leven, willen zij ook er naartoe werken om eruit te gaan. Natuurlijk zal je altijd een groep hebben die lui is, die denkt van ja, alles zal de overheid wel doen en het komt wel goed. Maar het hoeft eigenlijk dus niet dat er armoede is. Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting is een samenwerking aangegaan met Statistical Economic and Research and Training Center for Islamic Countries. Deze organisatie moet met de resultaten armoedeprogramma's ontwikkelen in Suriname. De armoede in Indonesië is extremer dan die van Suriname. Als je het heel eenvoudig bekijkt, Indonesië heeft 240 miljoen inwoners en wij hebben nauwelijks 500.000 plus inwoners. Dus alles dat je wil gaan delen als het gaat om het bieden van hulp, moet je door bijna 30 miljoen gaan delen. 30 miljoen mensen die zijn echt de poorest uit die 240 miljoen. En daarboven heb je weer mensen die in armoede leven. In Suriname hebben we heel veel land is aangehaald. En daar hebben ze geen land. En als je je land hebt, in de meeste gevallen, in 60% van de gevallen, hebben de mensen geen bewijs van dat dit stukje grond die ik heb, van mij is. En iedereen bouwt maar raak. En als je ziet de manier waarop er wordt gebouwd, is eigenlijk om te huilen. En de situatie waarin men leeft. Dus de overheid al daar is dan bezig deze gezinnen dan een push te geven om uit die vicieuze cirkel van armoede te kunnen geraken. Suriname en Indonesië hebben geen eenduidig beleid en definitie voor armoede. De twee concrete programma's in uitvoering zijn Krakayu Srevi voor immateriële hulp en begeleiding aan gezinnen en Bromki Futamara voor het geven van financiële hulp. Bedrijven die zand vervoeren op de Oost-West-verbinding moeten volgens John Lekton worden aangesproken over de overlast die het zand dat op de weg terechtkomt veroorzaakt. Lekton geeft aan dat het zand met name een belemmering vormt voor de fietsers op deze drukke weg. Met de districtscommissaris die nu waarneemt in Kommerwijnen, Mike Nerkust, is dit probleem al besproken. Ik heb de DC net gebeld, DC Nerkust neemt hier waar. Dat hij het opneemt met die truckhouders hier in de buurt. Dat ze hun zand afdekken of zo. Want het is bijna water na zeedrag wat we hier allemaal doen. We zijn hier met een forse team met BSM-auto's. In grote en driehandmatige met motor. En het is jammer wat je hier allemaal ziet. Gevaarlijk voor die fietsers. We hebben gemeente schoon een beurt te geven. Er zijn vreselijk veel bronfietsers hier en het wordt goed gebruikt. Maar het is helemaal vies geworden. Het hele mooie van is eraf. Dus ik denk dat ik met brandweercommandant Waal ga praten om hier echt te komen wassen. Maar als de DC het kan organiseren dat die trucks niet zoveel zand meer hier doen vallen, dan wil ik het wel wassen. Het startsein voor bestrating van de valweg in het district Saramaka is vandaag gegeven. De straat is vernoemd naar de Federatie van Arme Landbouwers. Deze weg is belangrijk voor Saramaka. Er is veel werk verzet om tot deze mijlpaal te komen. Het totale kostenplaatje is meer dan 625.000 SRD. Als de weg bestraat wordt, kan die 50 tot 60 jaren in goede conditie blijven, waarbij goed onderhoud natuurlijk van enorm belang is. Ter gelegenheid van het startsein werd een bord met technische gegevens onthuld. Diverse sprekers voerden het woord. Het is een duur project en daarom moeten we heel zuinig zijn op dit project. Want u weet zelf hoeveel jaren u gepinaard hebt op deze weg. En ik weet nog, 2 jaren terug was ik hier samen met de toenmalige DC. En we hebben toen al uitgelegd van, deze weg wordt bestraat. Alleen, de procedure heeft lang geduurd. Dit project is een project dat in de voorbereiding door mijn voorganger is voorbereid. En niet lang voor de voorbereiding is er een mutatie geweest en ik ben vandaag degene die hier komt tekenen, maar ik ben ook niet degene geweest die dit project heeft voorbereid. Mag ik daarom alvast voor meneer, voor oud DC Ramdani van Saramaka
een hartelijk applaus hebben vanuit de gemeenschap. Laten wij de basis goed versterken en daarop verder doorbouwen. Ik heb gevochten voor die regelgeving die er moet komen. De DC zitten te springen en begrijpelijk, want er is geld nodig om veel meer dingen te doen. En we willen van alles doen. Dat is goed. Het volk wil van alles doen. Dat is goed. Maar we moeten ieder mee kunnen krijgen. Eind augustus 2014 moet dit project worden opgeleverd. Maar dat kan alleen als de weersomstandigheden meewerken. Door alertheid van de politie is vandaag een voertuig van een taxichauffeur in beslag genomen en dat wel op het terrein van de Surinaamse Televisiestichting. Bij navraag bij de politie bleek dat het voertuig betrokken was bij een inbraak in februari bij een winkel in de Julianastraat. De MSD was vanmorgen in de Letitia Vriesdelaan bezig met een verkeershandhavingsteam, VHT, toen de auto werd gesignaleerd. Een medewerker van de STVS was op weg naar het werk met deze taxi en zij hadden niet door dat het voertuig achtervolgd werd door de politie. Op het terrein van de STVS is het voertuig in beslag genomen. Volgens de chauffeur huurt hij het voertuig waarmee hij taxi rijdt tegen een bepaald bedrag per dag. Ik ben hier op het terrein van de STVS en ik heb zoveel agenten gezien hier. Zo, wat is er precies aan de hand? De agenten waren als eerst, dus je kunt vragen stellen met die andere agenten. Okay, waar gaan jullie naartoe? Bureau Keizerstraat. Volgens de publiciteitsdienst van het Korps Politie Suriname is de werkelijke eigenaar al in beeld gebracht. En ook de informatie van de inbreker is achterhaald en de politie van Bureau Keizerstraat is belast met het onderzoek. Ik bedank u voor uw aandacht. Goedenavond.